Waar is de cashière? Ja, die is er niet. Dus je moet het praatje met de andere klanten maken. Of geluk hebben dat de boer net aan het bevoorraden is. Het levert eigenlijk een eerlijke prijs voor voor ons product. En dat kunnen we straks weer gaan investeren in duurzaam landschap en een duurzame stal. De boeren krijgen een te lage prijs. Dus als je duurzaam wil werken, moet je ook duurzaam kunnen verdienen. En dit is een oplossing waardoor boeren een betere prijs kunnen krijgen voor hun producten. Goudse kaas bij mij van de boerderij. We hebben de geitenkaasblokjes en geitenkaasstukken van familie van Dorp uit Weteringbrug. En we hebben zelfs een vegan kaasalternatief van Vervena uit Oud-Aden. Dat is hier 5 kilometer vandaan. Ja, nou, het gaat eigenlijk heel goed. En mensen vinden het juist eigenlijk heel leuk dat ze vertrouwd worden om dat goed te doen. En daardoor hebben we weinig problemen. Hangen wel camera's? Ja. Dat wel. De supermarkt is toch veel makkelijker? Ja, dat klopt. Maar de supermarkt zit ook veel in plastic. En je weet toch niet helemaal waar het vandaan komt. En hier zie je gewoon welke boer het heeft geoogst. Of waar het vandaan komt. Het is super handig. Wij waren met het gezin eigenlijk vegan. Dus veganistisch. Maar nu ik weet hoe sommige producten gemaakt worden, eten we weer een stukje kaas van de eenzaamheid. En ook één keer per week een stukje vlees. Dus lekker. Je weet nu waar het vandaan komt. Ja, precies. En verantwoord, dus dan mag het af en toe.